Dit is het ATW-journaal. Mogen we met de jeugd tot 18 jaar gewoon door blijven trainen? We zullen de marathonwedstrijd, we hebben maar twee keer afgelast. Of het bestuur heeft eigenlijk de opdracht gegeven om te kijken naar een nieuwe automatisering. Goedemorgen, welkom bij de ATB-vereniging Oldebroek. En u ziet dat er weer gefietst wordt bij de ATB-vereniging. De jeugd heeft een viertal interne wedstrijden. En wij zijn natuurlijk met het mediateam bij om daar een impressie van te maken. Geniet ervan, de beelden die wij maken. En het is natuurlijk top om de jeugd van de ATB-vereniging weer actief te zijn. We staan hier op de eigen Alpe d'Huez, gemaakt hier bij de ATB-vereniging Oldebroek. Het parcours is prachtig aangepast. We hebben een interview gemaakt met Jan van Riesen natuurlijk. En al die vrijwilligers die ook deze zaterdag weer actief zijn om de diverse categorieën hier te laten rijden bij de ATB-vereniging Oldebroek. We zijn gestart de tweede trainingswedstrijd bij de ATB-vereniging Oldebroek. We zien de jeugd hier aan ons voorbij komen. Ja, dan hebben we het over de kabouters, de 5 tot 7-jarigen. Een mooi deelnemersveld deze wedstrijd. En we zagen gelijk aan het begin een koploop die het niet meer heeft afgestaan. Dan hebben we het over Kim van Horen. En we zien haar ook de hele wedstrijd eigenlijk aan kop rijden. Een achttal deelnemers hadden we op deze zaterdagochtend. Levi Schoonhoven met nummer 102. Gabriel Evenboer met het nummer 121. Manuel Evenboer met het 129. Kim van Hoorn met 165. Hanne van Boven met 168. Kai Vierhuizen met 173. Milan Visser met de 175. En onder het motto: meedoen is leuker dan het winnen. Elisa van Putten met het nummer 150 ook heerlijk haar rondjes aan het rijden. En kwam ook de finish over. De winnaar deze wedstrijd, deze trainingswedstrijd, Kim van Hoorn met 165. De twee is Manuel Evenboer met 129. En als derde kwam over de streep de 175, Milan Visser. Een mooie wedstrijd om zo te bekijken. En kijk nog even mee naar de foto's die zijn gemaakt.